Hallo mensen van Vivi Pudding Gaming, ik ben Larissa en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van The Sims 4. En ja, we gaan weer verder met dit, zeg maar, wat we de vorige keer ook hebben gedaan. En ik heb echt al super lang in Sims mee gespeeld, dus ja, ik ga maar gewoon beginnen. Ik zou alleen nog een woonkamer maken. Wow, die muziek is hard. Oké, even de muziek als achter, want ik hoor echt helemaal niks meer. Zo, ik kon mezelf niet eens meer praten. En dat vind ik heel irritant als ik mezelf niet hoor praten. Maar oké, ik zet hem uit. Bij mezelf dan. Jullie horen hem waarschijnlijk nog wel een beetje als het goed is. Maar in ieder geval, we gaan vandaag een woonkamer bouwen. En dan gaan we dus echt beginnen met spelen, zeg maar. Want dat hebben we helemaal nog niet gedaan. Normaal upload ik elke vrijdag. Was ik eigenlijk van plan om Sims te uploaden. Maar vrijdag kwam er een vlog online van mijn verjaardag. En toen is er dus geen Sims online gekomen. En toen wilde ik eigenlijk maandag, moest ik eigenlijk nog een vlog uploaden. En daar ben ik de hele dag mee bezig geweest om die te editen. Maar het lukt gewoon niet. En Sony Vegas crasht constant. Ik word er helemaal gestoord van en ik weet ook niet wat het is. En het lukt gewoon allemaal niet. Dus ik heb zoiets van, oké, fuck it, laat maar. Ik ga gewoon de Sims aflevering opnemen. En we gaan eens beginnen met een mooie televisie. En ik denk dat het... Even kijken. Oh. Kun je die ook aan de muur hangen? Nee, je kunt hem niet aan de muur hangen. Maar ik wil eigenlijk een kastje hebben waar ik de tv op kan zetten. Maar... Moet ik dan gewoon zo'n tafeltje pakken? Of... Ja. Dan pak ik die. Waar gaan we dat neerzetten? Het kan ook hier. Nee, ik wil het wel hier. Ik denk hier zo. Dat hier gewoon dat hoekje zo de... Wacht, daar heb je wel ook de deur naar de badkamer. Maar misschien kan ik die deur van de badkamer zeg maar hier dan zo maken. Dan, ik zit hier wel met mijn vingers te wijzen, zeg maar, van daar en daar. Maar ja, dat zien jullie natuurlijk toch niet op het scherm. Maar dat is wel een idee. Dus dan maak ik hem inderdaad gewoon hier, denk ik. Ik schuif hem denk ik toch eentje op. Of hier zo in het midden. Mooi. Dan kunnen we daar mooi de tv op zetten. Ja, welke tv? Even kijken. Die is wel klein, hè? Ja, die is wel erg klein. Ik denk dat ik kan toch deze wel... Dan zijn we wel weer meteen best wel veel geld kwijt. Maar oké. Waarom niet? En dan nog een leuke lamp of zo. Deze. Zetten we die mooi hier. Och, we hadden al overal licht, hè. Nou, maakt ook helemaal niet uit. Is toch mooi? Schilderijen. Schilderijen. En posters is het van alles. Is dat mooi om erboven te hangen? Of dit? Het is echt kunst, jongens. Het is echt kunst. Nee, ik... Nee. Die misschien? Hoeveel kost die? Nee, laat maar. Ik vind een schilderij. Een radio. Weet je, een radio doe ik even niet, want ik vind het altijd heel erg irritant als ze dan gaan dansen de hele tijd. Terwijl je zeg maar allemaal andere dingen wil doen en dan gaan ze de hele tijd zitten dansen. En dan denk ik van, come on! You kidding me? En dan blijven ze maar doorgaan met dansen en dat is echt super irritant. Wat dacht je van een bank, Larissa? Dat is misschien wel slim. Een zwarte bank. Ja. Deze. Ik vind het heel mooi. Zetten we die hier neer. Een stoel nog of zo. Hebben ze die niet in het zwart? Dat moet natuurlijk wel een beetje matchen, hè. Anders is het ook niet zo mooi. Ja, ik vind die niet bij die bank passen. Ik vind eigenlijk dat ze heel weinig stoelen hebben. Nou ja, dan pak ik wel alleen een bank. Want we zijn toch maar alleen. Voor nu nog. Misschien krijgen we ooit wel een gezin. Super fancy en zo. Even kijken. Dan moeten we even een muur. Ja, zo. En dan verplaats ik die hier naartoe. Zo. Ja. Moet ik nog wat? Weet je wat ik wel altijd echt super handig vind? Zo'n... Hoe heet dat? Zo'n schildersezel, zeg maar. Want dan kun je zeg maar steeds schilderijen maken en zo. En dan kun je die zeg maar steeds weer, ja, verkopen. En dan krijg je er best wel vaak veel geld voor. Dus dat vind ik wel heel handig. Hier zijn ook meer dingen waar je zeg maar met hobby's en zo. Een loopband om te sporten. Is ook heel handig. Misschien dat we dat soort dingen gewoon later allemaal kunnen doen. Dat we het nu gewoon echt gaan spelen. Ik vind dat dat wel eens tijd wordt. En ik doe even mijn geluid nu weer wat meer aan, want... Nu is die enge muziek, die irritante muziek weg. Oh, wacht, ik verplaats deze even naar hier. Oh my god, daar komt de muziek weer. Zo. Nice. Nou, dit is ons huis tot nu toe. Er komen vast nog wel meer dingen bij en zo. Maar we gaan eens beginnen met spelen. En volgens mij is dit niet haar alledaagse kleding. Dus ik weet niet waarom ze dit aan heeft.
Ik weet niet waarom ze het aan heeft. Het is formeel. Waarom formeel? Kijk, dit is veel beter. Dus, ja, wat gaan we als eerste doen? Het is als, om te starten is het als ze van, wat moet ik nou doen? Maar we gaan eens kijken. Gelukkig worden, of vrolijk te zijn. Zelfverzekerd worden. Oh, dan, je kunt vaak zelfverzekerd worden als je in de spiegel gaat praten. En we hebben geen spiegel. Wauw, we hebben niet eens een spiegel. Geweldig. Oké, ik moet het geluid echt gaan aanpassen, want... ik had het eerst aangepast, maar toen had ik het allemaal weer harder gezet. Omdat ik het een keer zonder headset ging spelen en hoorde het heel zacht. En ja. Even kijken. Spiegels, spiegels, spiegeltje, spiegeltje aan de band. Hier zijn spiegels. Mooi. Kijk, nou hoe awesome. En dan kan je daar een mooie toespraak oefenen. En dan word je veel zelfverzekerder van. Die praat altijd zo raar, hè? Ik vind het echt raar altijd dat die praten. En nu? Ze voelt zich nog steeds prima. Dus, behoefte. Ik zag het niet goed, omdat mijn fraps dingetje daarvoor staat. Dus ik zag het van, is het nou behoefte of niet? Maar ja, ik heb echt al heel lang geen Sims Mac gespeeld. Al zeker 2-3 weken heb ik geen Sims Mac gespeeld. Want die vorige video, die had ik ook al van tevoren opgenomen. Nee? Ze voelt zich nog steeds niet zelfverzekerd? Nou, dan gaan we naar de wc. Ja, stop dan maar. Stop it. Wauw. Ah ja, het is hier toch wel best donker, hè? Het is wel... Wow, het is echt donker hier in huis. Ik had er lamp opgehangen, of niet? Of nog niet, nee. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon... Heb ik niet... Nee, ik heb geen lampen. Maar dan kun je wel van die hangende lampen, zeg maar. Die aan het plafond hangen. Dan heb je over het hele huis gewoon licht. Oh, weet je, nu denk ik eraan van... We moeten ook nog een eettafel hebben. Want nu zie ik zo'n lamp en dat past daar heel mooi boven. Dus dat is een goed idee. Weet je, zo zal het de eerste aflevering nog steeds wel gaan. Dat ik zoiets heb van, wow, en dan moet hier nog wat en daar nog wat. En ja, je weet hoe dat gaat. Een tafel. Gewoon een eenvoudige tafel. Ja, dat is goed genoeg. Ik had het ook geklikt. Nou, zo. Dan zetten we die. Hier. Ja, ik ga dit dan wel verplaatsen. Oh, ik heb op de muur geklikt. Ik zet die toch weer terug hier dan. Misschien dat ik hem beter kan omdraaien. Ik weet het niet. Ah, zo. En dan zet ik nog wat stoelen omheen. Even kijken, stoelen. Ook gewoon van deze. Zal ik dan zwart te pakken, want anders is alles zo super wit. Hier. En hier. Oh, die tafel staat wel heel erg tegen op de stoelen, hè. Zitten die stoelen dan al vast? Oh, what the fuck? Hoe moet ik die nou... Stoelen! Zo. Dan zetten we de stoelen hier. Beter. En dan hier nog twee stoelen. Helemaal geweldig. Hier nog één. Yeah. Nu hebben we een... Oh. Nu hebben we een hele mooie eettafel. Awesome. Nou. Staan die stoelen dan al... Nee, ze staan gelijk. Ze staan gelijk. Ze staan gelijk. Rustig. Oké. Oké, het is midden in de nacht. Klopt dat? Waar zit de tijd? Oh, hieronder. Nee, het is nog geen midden in de nacht. Wat gaat ze doen? Ze gaat tv kijken. Wat is dit dan? Gelukkig geworden door vrolijk te zijn. Maar ze doet helemaal niks. Door gesprekken hebben te hebben met anderen. Dus dan moeten we naar het park of zo. Oké, ik denk dat we eerst gewoon dadelijk even gaan slapen. En dat we dan morgen gewoon naar het park gaan of zo. Als ze voelt zich vluchterig. Ze voelt zich flutterig. Zullen we anders gewoon naar het park, nu gewoon naar het park gaan? Of honger, energie. Dan gaan we gewoon vluchten, want ze voelt zich flutterig. Dus why not? En dan gaan we gezellig naar het park. Als die doet. Oh ja, ze zit weer tv te kijken. Dat vind ik vrij irritant, dat het altijd best wel lang duurt. Voordat je dan eindelijk eens kan reizen. Nou, we zijn... Oh, ja. Ik was even vergeten dat we in de woestijn leefden. Dus ik dacht van, wat? Volgens mij is dit een tiener. Volgens mij wel. Kun je het zien, hè? Of niet? Nee? Oh, ze gaat dan naar hem toe. Nee, hij is wel een jongvolwassene, of niet? Wat is hij nou? Oké, blijf stil dan jij. Verdomme.
Oh, hij is wel een jong volgens mij. Ik dacht hij is een tiener of zo. Ja, maar hij is een ginger. Maar echt een hele rare ginger bedoel ik dan. Zeg maar niet gewoon iemand met oranje haar, maar hij heeft echt gewoon fucking rood haar. Like, wat? Maar waar is die jongen nou heen? Waarom is die jongen nou weer weg? Want ik heb een onplezierig gesprek met hem en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ik woon hier net pas en ik ben nu al vijanden aan het maken. Oh, hier is die jongen. Hij is op de wc. Oh, oké. Okay. Even kijken. Ken ik hem al? Vraag hoe dat was. Zullen we dat eens doen? Oké, dit ook weg. Waar ben ik? Oh, daar ben ik. En waar is hij dan? Oh, hun zit daar. Wat? Woont er iemand? Oh, dit is een bar of wat? Wat moet dit voorstellen? Gewoon een random bar of zo, oké. Nou, even gezellig kletsen. Hoe was je daar? What the fuck is dit? Oh, wat? Oh, ik dacht eigenlijk dat het een vrouw was met die kleren die hij aan had. Wat? Nee, het is niet goed. Met iemand flirten, come on. Meer keuzes, liefde. Flirten. Waar flirte jij? Goed zo. Oké, okay, als dit zijn familie is, dan denk ik echt maar wat. Jup, dat is... Nee. Nee. Oké, dit is inderdaad gewoon een random bar of zo. Schiet het op. Oh, ze vinden elkaar minder leuk. Dat is niet goed. Ik wilde vluchten. Ah. Come on. Waarom lukt het nou niet? Misschien nu. Wat? Ik vlucht dat het aan dat ding gaat niet weg, zeg maar. Hij mag me waarschijnlijk gewoon niet, volgens mij. Moest ze excuses aanbieden? Wat heb ik gedaan? Oh, nu mag hij me weer. Liefde, vluchten. Come on. Eindelijk! Yes. Oh, daar komt nog iemand. Wie is dit? Oh, hij is een tiener, dus dat gaat niet. Je kunt niet vluchten met een tiener. Ofwel? Nee. Ik heb slaapkoorts. Wow, die gaat hier gewoon gaan aan liggen. Oké. Iemand omhelzen. Nou, dat zou toch wel geniaal zijn als we meteen de derde... Of, ja, eigenlijk de eerste aflevering dat we echt het spel spelen, dat we gewoon al een vriendje krijgen. Oh, nu is dat niet meer vluchterig. Dus, nu gaan we dansen op muziek uit de stereo. Ga maar dansen. Oh, hij gaat weg. Hij zegt tag tag. Ja, snel dansen. Want we gaan naar huis. We gaan naar huis! Want het is 3:30 s'nachts. Oh, dat had ik niet echt in de gaten. Reizen. Ja, stop maar met dansen. Ga maar gewoon reizen naar huis en ga maar slapen. Want misschien moeten we ze zelfs eerst eten. Want anders dan gaan we morgen dood van de honger. Nee, kan wel. Nou, we zijn weer bij het strandhuis. Want zo heet het. Het heet het strandhuis. En we gaan slapen. Dat gaan we doen. Dat lijkt me wel een heel goed idee. Schiet op jij. Nou, ga maar slapen. En dan is er morgen weer een hele nieuwe dag. Awesome. Nou, doei. En die gaat heel snel. Oh, die slaapt wel lang zeg. Maar dat komt natuurlijk omdat... we heel laat pas gingen slapen. Oh, de telefoon gaat. Oh, waarom kan ik niet opnemen? Wat is dit? Oh, oké. Ik heb heel erg honger. Dus, even kijken. Zullen we lunch serveren? Oh, ze gaat al lunch. Oh ja, dat is al 12 uur geweest natuurlijk. Maar ze gaat het zelf al doen. Oké. Maar nu ben ik nieuwsgierig waarom mijn telefoon ging. Waarom ging mijn telefoon? We moeten trouwens ook eigenlijk wel een baan vinden. Want, het is een beetje... Maar misschien dat we daar beter nog even mee kunnen wachten. Want het is wel zeg maar... Als je dan al een baan gaat zoeken en zo... Dan heb je van vaak dagen dat je dan de hele... Ja, super lang zeg maar niet met je sim kan doen. Omdat die op zijn werk is. Maar ik weet ook niet of dat dan sneller gaat of zo. Maar toch. Hoe de fuck is die een tosti aan het maken? Laat gewoon de peep... Oh my god. Wat doe je? Koken met... Hoe heet ze? Maaike. Koken met Maaike gaat altijd goed. Nee. Oh, wauw. Nou, ze heeft een tosti, maar wat voor een.
Hij is ook nog vrij goed gelukt, volgens mij. Oh, dat verwondert me best wel erg. Nou, ik mag eens door. Ja. En dan heeft ze weer last van de blaas. Zeg maar dat je moet plassen. Dus ik vind het toch wel soms wel dat het een beetje snel gaat, zeg maar, met die bolletjes, zeg maar. Want dan hebben ze weer honger. En dan ga je eten. Ben je klaar met eten? Moet je weer naar de wc. En dan ben je klaar met de wc en dan heeft hij weer energietekort. En er is altijd wel iets. En soms ook dan echt zoiets van: je kan amper spelen. Maar ja, zo gaat het in real life ook, hè. Altijd moe. Altijd honger. Altijd plassen. Wow, Sims beschrijft mijn leven best wel. Alleen dat laatste. Ik hoef niet elke seconde naar de wc of zo. Maar ik heb wel altijd honger en ben altijd moe. Ik gaap non-stop. En ja. Oh ja. Ik had gezegd dat ik eigenlijk een vlog van morgen wil uploaden. Maar dat gaat dus niet, omdat ik morgen op vakantie ga. Yay, ik ga naar Center Park. Dus het is niet echt vakantie, maar. Het is wel vakantie, maar het is meer zeg maar. Onder vakantie versta ik meestal toch meer dat je echt gewoon naar Spanje gaat of zo. Of naar Turkije of naar Kreta of iets. Maar ja, dat kan allemaal. Ga maar douchen, je stinkt. Eigenlijk niet, maar doe maar gewoon. En ja, daar ga ik dus morgen heen. En volgens mij, ik denk dat ik deze video upload op maandag. Het is nu zondag, dus ja, dan ga ik daar vandaag heen. Nee, ik ben er al op dit tijdstip. Oh my god. Ja, en ik had heel graag die vlog geüpload. Want ik had dus eigenlijk zeg maar, een heel schema in mijn hoofd van hoe ik dat nou zou doen. En hoe ik wat zou uploaden. Maar dat valt nu een beetje in het water, dat hele schema. En we gaan ergens heen. Wat is dit? Niveau stijgen binnen programmeervaardigheid. Nee, we gaan niet te veel kijken. We gaan ergens heen. Oké, Sims mag wel mijn leven beschrijven. Maar dat betekent niet dat je ook echt mijn leven na gaat doen. Oké? Voor de tv zitten, series kijken. Ja, dat is mijn leven. Oké, we kunnen even kijken. Waar zullen we heen gaan? We kunnen naar het museum. Naar de lounge. Sportschool of bar. Wat is dit dan? Geen idee. Ik ga eens kijken. Oké, we zijn er en. Wow. Is het dit? Ik hoop het nog niet. Het is al boven. Ja, ik wou net zeggen. Boven is nog van alles. Maar dit is gewoon een soort van bar, zeg maar. Of is het een. Nee, dit is geen restaurant. Ofwel? Nee. Het is een lounge. Maar ja, wat moet je daaronder verstaan? Onder een lounge. Een lounge. Ja. Ik hoop wel dat er nog andere mensen komen. Want ik voel me nu ook wel maar eenzaam. Oh, hier zijn er andere mensen. Dit zijn ouderen. En dit is. Oh, ik wil vriend met je horen. Hallo. Volgens een aardige introductie. Hey. Even gezellig kletsen. Iemand opbellen met telefoon. Zullen we dat eens gaan doen? Wie zullen we opbellen? Hoe doe je dat eigenlijk? Oh, kletsen met. Malcolm. Ja, hij mag me niet. Oh, Jesse. Ik weet niet wie dat is, maar. Oh, dat is die van het. Ja, ik noemde het park, maar dat is niet het park, maar van het park gisteren. Ja, ga maar bellen met Jesse. Oh, nu wil ze weer een mop vertellen. Zitten die oude mensen dan nou nog selfies te maken? Wat? Oh, en nu zit ze daar echt zo helemaal loners van. Ik ga even helemaal bellen, want ja, fuck you. En ja, tot straks, hè. Maar oké. Oh, wie is dit hier? Ik ben me nou eigenlijk af aan het vragen. Oh ja, dat kan dus wel. Dit is Jamie, dat is een andere sim van mij. En ik was even aan het denken van, kan het wel, zeg maar, dat je sims uit die andere wereld, dat je die ook tegenkomt? Maar dat kan dus gewoon, want zij komt uit die andere wereld, zeg maar. Uit het gras. Wat is hier? Oude mensenbijeenkomst. Wat is dit? Oké. Mike, ik ken nu vaardigheden op computers, tablets, motion game rigs of zelfs op het telefoon verder ontwikkelen. Oké. Iemand omhelzen. Nou, ga maar omhelzen. Oh, die ken ik niet eens. Omhelzen. Omhelzen. Dan hebben we weer een missie. Geen idee wat het is. Ah, goed zo. Maar ik denk dat ik deze aflevering ga afsluiten. Want ik ben alweer een tijdje bezig. En ik ben echt gewoon helemaal in het midden. Gewoon ergens gestopt, zeg maar.
Ik zie ook vaak YouTubers die zeg maar dan, als ze gaan slapen, dan stoppen ze de aflevering en dan doen ze zeg maar een aflevering over de hele dag. En dat lijkt me ook best wel een goed idee om misschien te doen. Als jullie dat wat vinden, laat het even weten in de reacties. Of als jullie zoiets hebben van, nee, niet één dag, dat is te kort of zo. Laat het dan ook even weten. Laat gewoon even weten wat je vindt. En dan zie ik het vanzelf wel. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook even. En dan was het dus weer. Tot de volgende keer. Doei!